Leuk dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Deze week vanaf de markt Ude, mijn favoriete markt. Altijd wel iemand die met mij wil buurten. Kijkt u mee? Ja, waar zullen we het eens over hebben? Ja, weet ik niet. Het weer. Ja, het weer. Dat zegt dan altijd iedereen automatisch, maar... Het is goed weer. Het is goed weer. Nou, net nog een bui gehad, toch? Ja, nee, dat heb ik niet gemerkt. Nee? Toen zat ik in het ziekenhuis. Oké. Okay. Ja. En voor uzelf zat u in het ziekenhuis? Nee. Oh, gelukkig maar dan. Nee, met iemand mee, ja. Oké. Okay. Ja. Dus u verkeert in volle gezondheid? Hoop ik wel, ja. Ja, daar gaan we wel vanuit. En met wie bent u op de markt vandaag? Met de vrouw, maar die is toch aan het... aan neuzen. Ja. Ja, doet u dat ook graag? Nee, helemaal niet. Nee, dus u staat iedere keer zo naast zo'n kraam te wachten? Ja, kijken wat ik zie. Ja? Ja, hoe gaat het over? Dit is het programma Effe Buurten. Oh. Dus dat is altijd maar net wat er iemand met mij te buurten heeft. Ja, oh, maar deze volk zat. Ja, is er iets in Ude te doen? Weet ik niet, ik kan me niet uit. Waar komt u vandaan dan? Schaik. Schaik. Gaat u ook op zaterdag naar de markt in Schaik? Ja. Ja? En dan nog een keertje naar Ude? Nee, niet altijd. Nee? Maar ja, we moeten het ziekenhuis zijn. Oh, daarom. Ja. Ja, kijk eens aan. Leeft er iets in Schaik dan? Stel leuk nieuws. Altijd. Mooi dorp. Mooi dorp? Ja. Hoeveel inwoners stelt Schaik? 8300. Oh, dat is nogal behoorlijk toch? Ja, een dorpje. Een dorpje. Ja. En u heeft er altijd gewoond? Nee. Waarom heeft u dan voor Schaik gekozen? Omdat mijn vrouw er vandaan komt. Kijk eens aan. En dat was dus een goede keus? Ja, nog wel. Nog wel? Ja. Ja? U bent bang dat u daar niet kunt blijven wonen? Nee, maar ik ben bang dat ik het niet hoor. Oké. Okay. Ik ga eerder dood. Denkt u dat? Ja. Waarom denkt u dat? Nou, omdat we wel op leeftijd zijn. Ja? Ja. Ja. En dan? Ja, dan gaan we dood, hè. Dan is het afgelopen. Ja, dan is het afgelopen, ja. Ja, misschien is er nog iets na de dood. Gelooft u daarin? Nee. Nee? Nee. Ik ook niet. Nee, maar dan staan we gelijk. Ja, nou, dan staan we wat dat betreft in ieder geval gelijk, ja. Ja. Nou, dan ga ik eens even kijken of iemand anders iets in de buurt heeft. Ja, er zijn er genoeg, hè. Zijn er genoeg. Is het druk? Ja. Gezellig druk. Wij gaan een kijkje nemen. Okay. Dag. Dan zijn we weer van het programma Effe Buurten. Tenminste, u herken ik nog. Ja, dat klopt. Is dat al een tijd geleden? Ja, dat kan goed een paar jaar geleden zijn. Is dat echt waar? Nou, dan heb ik uw gezicht dus goed onthouden. Dat klopt. Ja. En hoe gaat het nu? Prima. Prima? Ik wil er nog vier jaren voorbij tekenen als het zo blijft. Oh, kijk eens aan. En met de heren hier naast mij? Ja, de mensen geven het altijd goed. Ja? Dus met u gaat het ook goed? Ja, slechte mensen geven het altijd. Maar u vindt zichzelf toch niet slecht? Nee, zijn er nog goeie? Zijn er nog goeie? Oh, dat klinkt wel heel negatief. Hoe is het op dit moment in Ude? Ik denk goed. Als het weer goed is, dan is maar de rest ook goed. Nou, moet je zien wat een prachtige zon. Ja. Dat belooft veel goeds vandaag, toch? Het is weer knal. Behalve de mensen die ontbreken vandaag. Oh, is dat zo? Is het niet zo druk? Nee, helaas. Ja, dat komt nog. Ik hoop het. Denk maar ik ben bang voor niet. En wat was u zo al over aan het buurten? Waar waren we over aan het buurten? Over van alles en nog wat, zeggen ze wel eens. Hè? Ja, het nieuws of wat komt er dan voorbij? Van alles. Van alles. Nou, niet echt iets heel spannends of zo. Vroeger? Van vroeger, van vroeger. Waar kent u elkaar dan van? Familie en kennissen. Kennissen. Van vroeger? Nee, van vroeger, dat is nog steeds familie, hè? Ja, blijf familie. Ja, dat denkt trouwens ook niet iedereen zo over, maar... Nee, blijf familie. Nee, soms is het nooit anders, hè? Ja. U heeft een goed contact met uw familie? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel? Nou, moeten mensen naar andere verhalen luisteren? Dat komt vaak toch heel anders voor, hoor. Ja, dat klopt. Ja. Helaas. Hoe kan dat toch zo? Ja, ik begrijp het ook niet, hoor. Maar ja, het gebeurt, hè. Of u heeft gewoon een hele leuke familie. Ook dat. Een leuke familie hebben. Buiten gewoon. En u? Kun je dat mee zien, hè? Ja, kan ik al aan u zien? Ja, niet aan. Nou ja, u bent wel een gezellige man. Ja, zeg er meer. Ja, vind ik wel. Maak tenminste een praatje met mij. Ja, daarom doe ik het ook. En u ook? Ja, even een praatje maken, maar toch de markt. Hè. De markt die bezoek ik. Komen de mannen dan ook speciaal voor producten op de markt? Ja, zeker. Ja? Wat koopt u dan vandaag? Nou, ik heb fruit en dan doe ik nog een kippetje kopen. Ja? En ik heb een goede koper horloge weer even teruggebracht. Wat heeft u teruggebracht? Naar de diamant. Ja, dat is een... Die staat hier altijd op de markt. Ja? Een goede koper horloges. Oh, en deed hij het niet dan? Nee, die deed het niet meer. Dus... Nou, dat hij zo goedkoop was? Omdat hij zo goedkoop is natuurlijk. En werd hij dan wel weer terug ingenomen?
Hij wordt er terug ingenomen. Dus, wordt hij dan gemaakt of krijgt u uw geld terug? Nee, ze gaan hem eerst maken en als hij dan niet gemaakt kan worden, dan kan ik een ander uitzoeken. Dus volgende week zie ik u weer op de markt? Nee, volgende week niet. Nee? Nee. Wanneer is hij klaar dan? Misschien over 2 weken. Oh, oké. Okay. Tja, ik hoor, dan zit u op Tenerife, klopt dat? Ik op Tenerife? Ja, als de gaat dat betaalt. Dan wil ik best gaan, hè. Ja, jij zit er veel te goed bij. Oh, maar u gaat dus niet naar Tenerife? Nee, dat is geldverspilling, hè. Geldverspilling? Ja, nou. Wij zijn zuinige mensen. Ja, vandaar de markt. De Udenaren zijn zuinige mensen, hoor. Ja, is dat zo? Ja, dat is echt zo. Bent u al op vakantie geweest dan dit jaar? Ook al niet. Nee. U bent zo zuinig dat u zichzelf geen vakantie gunt? Nee, zit er niet aan. Oh, dat is weer een ander verhaal. Nee, andere nuttige spullen. Oké, goed. Ja, nou, ik ga weer even verder kijken. Dan wens ik u veel succes mee. Ja, nou ja, ik tref u vast wel weer een keer en dan ben ik benieuwd hoe dat met dat horloge is gegaan. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja? Succes! Ja, dank je. Ik denk, dat is een vaste kijker, die ga ik eens even informeren. Kijk, ja. Goed gedaan. Het is hier een beetje glad, heeft u dat ook gevoeld? Nee, maar ik heb een klein beetje meer gewicht. Oh. Ik sta een beetje vaster. Ja, om zo dat schelen? Ja, dat scheelt in een bos wat, zeggen ze altijd. Ja. Maar u kijkt dus wel vaker naar het programma? Ja, want ik kwam meteen bekend voor. Oké, kijk eens aan. Nou, dat is leuk om te horen. Kijk eens aan. Jawel, daar kijken we vaak nog. Nou, Omroep Brabant en TV Land van Kuik. Ja, inderdaad. Daar kijken we ook nog naar. Nou, waar gaan wij het nu dan even over hebben? Nou, waar zullen we het dus over hebben? Hebben ze gisteren ook iets opgenomen in Overloon? Van dat, die mars. 70 jaar bevrijding? Ja. Volgens mij is niemand van ons geweest. Oh. Maar er was toch wel iets opgenomen. Ik kom wel zojuist van Overloon af. Heb ik net een ander itempje over 70 jaar bevrijding, een kunstexpositie. Ah, kijk eens aan. Nee, maar mijn kleinkind die heeft een krans gelegd. Oh, kijk eens. Gisteren. Ja. En ze zei van opa, misschien kom ik wel op televisie. Ja, misschien wel. En dan moeten we natuurlijk kijken. Ik weet niet wanneer dat uitgezonden wordt. Maar, bent u er zelf niet bij geweest gisteren? Nee, ik ben er zelf niet bij geweest. Oké. Okay. Wat vindt u zo van 70 jaar bevrijding? Hoe dat aangepakt wordt en herdacht wordt. Dat vind ik wel mooi. Ja? Ik bedoel, die mensen hebben ervoor voor gewerkt dat alles weer vrede wordt en alles. En dat is heel goed. Dat moeten ze in stand houden. U staat er dan dus ook inderdaad wel bij stil? Zeker wel. Ja. Zeker wel. Okay. Ik heb je nodig zelf net niet meegemaakt. Nee. Net niet, van 46. Maar er moet toch wel iets zijn geweest. Ja, zo is dat. En uw kleinzoon, u stelde dat hij een krans ging leggen. Waar komt uw kleinzoon vandaan dan? Die komt van Overloon. Oh, die komt van Overloon? Die komt van Overloon. Hoe oud is die? Die is nou 13. Voortgezet onderwijs? Ja, die zit steeds week op school. Oké. Okay. En waarom mocht hij die krans leggen? Hoe noemen ze dat? Van de padvinders of scouting of zo? Van de scouting, daar is hij bij. Daar is hij bij en dan mogen ze een krans leggen. Kijk eens aan, nou dat was leuk. Ja. Dus hij voelde zich wel vereerd? Hij voelde zich vereerd. Ja. En ik ben met een andere ben ik naar Venray geweest, die doet daar sporten. Zeskamp en alles en alles. En daar ben ik naartoe geweest. Kijk eens aan, dat is wel een trotse opa zo, dat hoor ik wel. De ene daar en de andere daar. Ja. Ja, dus, daar moeten we bijhouden. Ja, dat is ook zo. Daar moeten we bijhouden. Voor de weet zijn ze groot. Blijf. Voordat u het weet zijn ze groot. Ja, zeker. Voordat u weet zijn ze groot, ja. Gaat hard, hè? Ja, dat gaat net hard, ja. Dat gaat heel hard. Nee, die doet aan atletiek. Okay. En dan belt hij op van opa. Oké. Ja? Dan ben ik er. En dan, had hij gisteren een atletiekwedstrijd of zo? Gisteren had hij atletiekwedstrijd, ja. Op de atletiekbaan in Venray? Clubkampioenschappen van Venray hadden ze gisteren, ja. Oh, kijk eens aan. En had hij ook prijs? Dat weet ik niet. Want de prijsuitreiking was... Later. Een half uurtje later. En toen, dan ben ik bang van die, anders had hij open toch wel even gebeld. Ja, ik denk het ook wel. Maar ja, een prijsje krijgen die kleine toch wel allemaal, denk ik. Hè. Ik bedoel, of ze nou eerst 2 en 3, oké. Maar dan die restserie. Ja. Ik denk toch wel dat die allemaal een prijs krijgen. Ja. En uiteindelijk gaat het toch voor het plezier? Uiteindelijk, ja. Zeker op die leeftijd, toch? Ja, zeker. Jongens, je moet aan atletiek, je moet aan sport doen, die mannen. Zeker. Ik ben zelf 18 jaar lang jeugdleider geweest. Van? Toen ik nog niet getrouwd was in Vianen. Ja. En toen ik getrouwd was in Beuge, want ik kom van Beuge. Oh, kijk eens aan. Ik kom van Beuge.
En een broer van mij die woont daar in de flat. En die is er voor een week of drie terug in de flat gekomen. En daar waren we nog niet op bezoek geweest. En toen zeiden we, dat doen we op een maandag. Met de markt? Dan doen we eerst de markt, pikken ja. we dan. En dan gaan we naar de broer van mij. En dan, Want er is nog eens een markt, hè? Is niet te vergelijken met Boksmeer? Nee, en mijn kuik niet, en noem maar op allemaal. Nee, ja. dit is een extra, een hele grote markt, ja. is dit. Jawel, kijk. Hey. Oh. Wat zei hij hiervan? Wat is dat voor moois roze? Ja, dat zei ik ook altijd als vrouw. Ja? Ik zei dadelijk dan, dat weet ik ook niet, want we gaan op vakantie, ja? zaterdag. Oh, kijk eens aan, waar gaat u heen? Naar de Canarische Eilanden. Oh, dus het zijn shirtjes? Dat zijn shirtjes, ja. Oh, lekker, u gaat de zon tegemoet. Korte broek aan. Oh, ja. Ik ben jaloers. Nog bruiner, wow. Zo. Nee, dat doen we. Een weekje? Een weekje, hervakantie. Dan heet de jeugd het een week vakantie. Ja, die gaan mee? Ja, zeker. De kleinkinderen gaan mee en de dochter en de man. Het is eigenlijk veel voordeliger buiten de herfstvakantie om op vakantie te gaan. Dat klopt, maar dan hebben de kinderen geen vakantie. Oh, dus u gaat echt met de hele familie? We gaan met 6 maanden gaan we dan naartoe. Kan er nog iemand bij? Jawel, waarom nu? Waarom niet? Kom. Maak we daar een mooie reportage, Canarische Eilanden. Nou, zei heerlijk joh, heerlijk. Een hele fijne vakantie. Hetzelfde. Goedjes, hoi. Zijn jij twee mooie jongens bij je? Ja, dat klopt. Ja, die zijn voor jou? Ja, die zijn voor mij, ja, inderdaad. Wat leuk. Ja. Identieke tweeling, toch? Ja, dat klopt. Twee jij, dus... Hoe heten ze? Simmy en Kian. Simmy en Kian. Hoe oud zijn ze? Bijna 2. In december worden ze 2 jaar. Kijk eens aan. Ja. Was dat een verrassing dat je er 2 kreeg? Ja, dat klopt. Dat was een hele grote verrassing. Ja? Ja. Met hoeveel weken kwam je erachter? Heel vrij snel eigenlijk. Vrij snel? Ja, vrij snel, ja. Dat ja. was even schakelen en toen hop, we gaan ervoor. Even schrikken, ja. Ja? Ja, ja. Want dit zijn de eerste 2? Of had u al kinderen? Eerste 2, ja. Eerste 2, ja. Gelukkig wel. Oh, en dat blijft hierbij? Ja, voorlopig nog wel. Ja. Want het is druk zat zo. Hoe was het zo in het begin dan, toen ze net geboren waren? Nou, wel leuk. Dubbel leuk, maar ook dubbel zo druk. Dus, ja? Dus het wordt nu waarschijnlijk weer net een beetje rustiger? Ja, ja. Nou worden ze toch wel zelfstandiger, dus dan wordt het wel makkelijker. Dus. Ja, alleen als ze allebei aan de andere kant op rennen, dan... Dat moet ze goed in de gaten houden, ja. Goed in de gaten. Wel druk, maar wel leuk. Kijk eens. Ja. Ze zitten nou even hun fruithap te nuttigen. Ja, dat klopt, ja. We gingen hier weer voor de markt en... Geweldig. Ja. En dit is jouw pappadag, of... En mama is er ook bij. Oh, mama is er ook bij, maar mama die wil niet in beeld. Nee, dat klopt, die wil niet in beeld. Kijk eens aan. Ja. Want jullie werken allebei? Ja, we werken allebei. Maar maandag is ons vrijdag, dus... Oh, lekker. Met z'n tweeën? Met z'n tweeën, ja. Goh, ideaal. Ja. Inderdaad. Nou, geniet ervan. Wel met 2 kinderen. Ja, dat is tegelijkertijd. Dus tegelijkertijd, hè? Ja, er zijn er genoeg die er 2 hebben, maar... genoeg, maar... zoals moet je nagaan, hè? Sommigen met een 4-ling. Ja, dat klopt. Dat hoor je ook vaker, hè, steeds. Dus... Ja. Nou, heb jij er waarschijnlijk heel veel respect voor. Ja, dat klopt. Zeker, dat sowieso. Fijne dag. Van hetzelfde, tot ziens. Dag. Telt u eens, heeft u iets leuks meegemaakt van het weekend? Nee. Nee, ik heb helemaal niks... niks gedaan? Niks ondernomen. Nee, ik voelde me eigenlijk niet lekker en dan... Nee. Bent u wel een beetje opgeknapt nu? Ja, gelukkig wel, anders liep ik hier niet. Nee, ja, dat is waar. Ja, misschien moest u de deur uit. Nou, moeten. Ik doe het. Ik doe dat ik het kan. Ja, dat is mooi. Ja. En dan volgend weekend? Wel plannen? Nee, maar die maak ik nooit van tevoren. Nee, u kijkt van dag tot dag? We krijgen een bevlieging en springen op de fiets of we stappen in de auto en dan zijn we weg. Ja? Of we gaan te voet. Net al lang wat er te beleven valt. Dus het kan echt als u morgenochtend opstaat en in één keer denkt van... Nee, ja. Morgen hebben we plannen. Oh, wel? Ja. Wat gaat u doen? Morgen gaan we naar Rotterdam. Dat leuk. Ja, en daar hebben ze pas die grote overdekte markt geopend. Ja. En in Rotterdam, daar gaan we sowieso wel eens een keer 4-5 per jaar naartoe, denk ik. Ja. En dan is er een markt op Blaak. En die is keigezellig. Dan, nee, eigenlijk hoor. Nee, dat breekt, dat breekt de nek over de buitenlanders. Hè. Ja. En als je ziet wat ze daar aan uitheemse groenten, fruit en artikelen verkopen. Dat is gewoon interessant om te zien. Ja. Koopt u dan ook iets? Ja, meestal wel. Meestal gewoon mijn volle tas naar huis toe. Ja? En dan is een paar weken geleden die grote overdekte markt geopend. En die sluit daar net achteraan zo'n beetje. Nou, die wil ik gewoon zien. Ja. En zo doen we gewoon morgen eens kijken. Heeft u ook een familie in Rotterdam? Nee, helemaal niet. Nee. Rijdt gewoon lekker op en neer? Nee, gewoon. Dan gaan we gewoon naartoe. Ja. Ja. U heeft er ook alle tijd voor. Tenminste, dat straalt u zo uit. Juist, dat bedoel ik. Genieten. Zolang genieten. Als je kunt. Ja. Of niet? Ja, absoluut. Ja. Heeft u ook nog op vakantie? Ik ben net van vakantie teruggekomen. Kijk eens aan, waar bent u geweest? Spanje. We hadden gewoon 2 keer per jaar naartoe, maar deze keer was een beetje de klauwen gelopen. Echt waar? Ja. Ik was een week daar aan het werk, ziek als een hond. En we zijn een auto ingestapt teruggereden. Echt waar? Ja.
U durft het niet aan om daar naar een dokter nee, te gaan? Nee, daar ben ik al eens geweest. En ik heb daar die ziekenhuizen van binnen gezien. Ja. Hoeft voor mij niet. Nee, maar ja, beroerd terugrijden is ook heel vervelend, lijkt mij. Ik had hulp. Ik had hulp. En u bent weer helemaal opgeknapt? Nee, niet helemaal. Maar. Ja. Dus, kunnen we er even tegenaan? Dus te hebben, dan we kunnen we het meteen. Even tegenaan. En wanneer bent u dan van plan om weer opnieuw naar Spanje te gaan? April. Dat doen we altijd. Ja, juist als het hier weer mooi begint te worden. Ja, nee, maar dan gaan we door even wennen. Wennen? En dan doen we de zomer hier doorbrengen. En ja? Dan gaan we van half september tot half oktober weer. Oh, lekker. Heerlijk, hè? Ja. Ja. Gaat u dan naar hetzelfde plekje? Altijd naar hetzelfde plek. We komen waar gaat u heen? Naar Fuengirola. Ja. 30 kilometer onder Malaga. En wat is daar zo mooi, dat u daar ieder jaar weer terug heen wil? Weet ik niet, daar ben ik verliefd op geworden vroeger, denk ik. Hoe lang geleden? Nou, ik kom er nou al meer dan 20 jaar, 2 keer per jaar. Zo. En voor die tijd 1 keer per jaar. Ja? En ik denk dat ik daar al 30, 35 jaar kom. Kijk en altijd op dezelfde plaats. Zoekt u ook nog wel eens een andere bestemming? Heeft u nog iets op uw verlanglijstje staan? Want dat wil ik nog graag zien. Nee, we hebben ze allemaal gehad. Allemaal gehad? Ja. Tevreden mensen, dat hoor ik wel. Dus alle Oostbloklanden hebben we gehad. Italië. Even kijken. Canada, Amerika. Dominicaanse Republiek. Cuba. Zo. Een paar Afrikaanse landen nog. Nee, ik heb het allemaal gezien, zo'n klein beetje. Ja, gewoon nog lekker 2 keer per jaar naar Spanje. Dat bedoel ik. En genieten, hè? Of niet? En genieten, ja. Een hoop mensen doen alles later. Ja. Later, dat doe ik later. Ja. Maar het is veel later als je denkt, hè? Ja, dat is waar. Dat bedoel ik. Vind ik slim van u. Nee. Ja, maar ik ben niet zo gek als ik eruit zie, hè? Best mee. Heb ik niet gezegd, hè? Nee. Maar dat weet Toon ook wel, hè? Oh, kijk eens aan. Ja, dat is die Milsen die kennen elkaar nog wel, hè? U komt uit Mil? Ja. Oké. Okay. Ik woon nu 11 jaar hier. Kijk eens aan. Kijk, en dan zag ik een tijdje geleden, zag ik daar even buurten en toen heb ik daar opgezocht. En toen heb ik een hoop filmpjes heb ik allemaal terug zitten kijken. Vooral de Mark Mil dan misschien? Mark Mil en Mark Ugin ook, want je loopt half mil op de markt. Ja. Oké, okay. En dan komt u toch nog wel zo bekende gezichten tegen? Jazeker, zeker. Wel leuk. En ik kom ook nog regelmatig mail, hoor. Iedere woensdag. Ja. De markt? Even op de markt en dan gaan we bij Sjaak Rooijakkers een beetje zitten, koffie zitten drinken. Sjaak Rooijakkers is van? Langs de kerk. Centrum. Centrum. Ja, centrum zegt me dan wel iets met een naam. Nee, maar dan komen jullie ook wel eens uit binnen. Ja, dat klopt. Ja, nooit. Ooit zeg ja, ik. Ooit, ja. Ja, komen jullie ook wel eens uit binnen. Goed, nee, dan zitten we iedere woensdagmorgen, mijn stel. Van die oude Milsen bij elkaar en dan zitten we er over vroeger te hebben. Potje kaarten ook of gewoon buurten? Nee, gewoon te kletsen. Dus ik moet eigenlijk gewoon een keer daar naartoe komen? Dat moeten we maar eens doen. Dan heb ik mijn programma snel vol. Dan heb je het zo vol en dan krijg je het praat genoeg. En dat gaat allemaal over vroeger? Ja, meestal wel. Ja? En de ene die brengt dit mee, de andere die brengt dat mee. En oude kranten en oude foto's. Kijkt u ook wel eens naar de foto's op Facebook van Toon dan? Nee. Nee, want ik ben geen... Plaats wekelijks van die mooie oude foto's. Ik ben geen Facebook-man. Okay. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Oh. Nou, misschien is dat nog een uitdaging. Ja, dat bedoel ik. Och, er zijn nog zo'n hoop uitdagingen. Ja, is dat die vrouw die staat te wachten? Nee. Oh. Dat is de volgende kandidaat voor mij. Dat is de volgende kandidaat voor mij. Nee, dat zal toch niet? Over Sjeur de Boel had, maar dat was niet waar, denk ik. Sjeur de Boel? Nee. De Boel? Nee, maar dat weet ik ook niet hoe dat moet. Wilt u graag Sjeur de Boelen met hem? Nee. Knikkeren kan ik wel. Maar Sjeur de Boel heb ik nog nooit geleerd. Nou, ik wens u nog een fijne dag en wellicht tot een keertje in Mil. Dit was het weer voor vandaag. Even buurten vanaf de markt in Uden. Ik hoop dat u volgende week weer kijkt. Tot dan.